Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe live-uitzending. Op de kerstavond voor de mensen die vanavond niks te doen hebben en die gezellig mee gaan kijken. Ik ga even weer alles delen en klaarzetten en dan gaan we zo meteen gezellig van start. Ik ben wel benieuwd wie er vanavond allemaal mee gaan kijken. Of misschien dat jullie straks wel pakjes onder de boom hebben of gezellig met familie of vrienden wat gaan doen. Uiteraard ook superleuk. Er zijn ook vanavond heel veel mensen alleen thuis. En vanavond gaan we voor die mensen dus even gewoon gezellig een live doen. Ik had vanavond ook niet wat te doen en ik denk, ach weet je, we kregen er weer vragen naar. We hebben het nu al een aantal jaar op deze manier gedaan. En ook vanavond gaan we dat gewoon weer doen. Dus gezellig wie al meekijken. Ik heb alles gedeeld. Nou, we gaan er gewoon een gezellige knutselavond van maken. Gewoon, ik doe het lekker op mijn gemakje. Geen idee wat we precies gaan doen. Ik had al wel beloofd dat ik vanavond ook wat weg zou geven. En ik ga vanavond aan de slag met de Mindful Art collectie, de standsmalletjes. Uit de laatste JMA collectie. En vanavond ga ik onder een van de kijkers. Ga ik aan het einde van de uitzending dit set met die vierkante frames verloten. Dus blijf gewoon gezellig meekijken, meekletsen. Wie weet dat ik het gewoon ga verloten onder een van. Dat ik straks een keer zeg van start en stop en dat je wat moet zeggen. Of dat ik zeg van, nou, ik verloot het onder iemand die er eigenlijk de hele avond bij is. En die ook meedoet in de chat. Dat ik straks gewoon een keer er doorheen scroll. Dat ik zeg van, nou, die en die heeft gewonnen. Ik zie het vanavond nog wel. Nou, ik heb er een aardig uitgebreid project, wil ik ervan gaan maken. Ik heb geen idee hoe ver we er vanavond mee gaan komen. En of het dit gaat worden, zullen we ook nog wel zien. Maar dit is een beetje de opzet. Nou, waar heb ik mee gewerkt? Ik heb dus gewerkt met de stansmallen uit de JMA-collectie. Ik heb de border stansmallen en dat is de JMA-ES-CD94. En wat ik ook ga gebruiken is de square frame ornament. Dat is de JMA-ES-CD96. Oh, ja, misschien is het inderdaad wel handig om straks eventjes inderdaad gewoon te vragen wie het wil winnen. Want ik lees al aardig wat mensen die het hebben. En dat kan inderdaad kloppen, want deze collectie doet het ook ontzettend goed. We hebben heel veel al verkocht, dus inderdaad, als je wat wint en je hebt het al, dan is het natuurlijk wel sneu. Of aan de andere kant, mocht je het echt wel hebben, dan mag je me ook een mailtje sturen en dan krijg je gewoon iets anders opgestuurd. Dat kan ook nog. Zo kunnen we het ook nog gaan doen. Ik bekijk het straks wel. Nou, het papier waar ik mee ga werken, dat lag al een tijdje bij mij klaar. De Bohemian Harmony van Maya Design. Ik had er nog niks mee gedaan en ik denk, weet je, ik ga nu toch een keer hiermee aan de slag. Nou, ik ga hem eventjes heel snel laten zien. Even kort er doorheen bladeren en dan gaan we ermee aan de slag. Ik heb zo'n plaatje gebruikt. Nou, ik heb al het een en ander opgesneden. Er zit ook bijpassend papier bij. In dezelfde kleuren dus als waar we mee gaan werken. Dus echt bijpassend designpapier. Dus dan heb je altijd de goede kleur. Dat is zo fijn. Nou, de kleuren zijn echt prachtig. Ook voor mannenkaarten vind ik deze zeer geschikt. Nou, je kan er verschillende kleurstijlen mee maken. Ik heb zelf gekozen voor het 30,5 bij 30,5 paperpad. Daarin zit dan ook dat basiskaartstok. Je kan ook kiezen voor deze kaart wat ik vanavond ga maken. Om het 15 bij 15 paperpad aan te schaffen. Die hebben we ook wel. Of die past hierbij ook wel. Maar het project wat ik morgenavond wil gaan maken,
Dat gaat wellicht ook met dit papier worden. En dan met de slimline mal. En dan heb je dus wel het 30,5 nodig. En bij het kleine paperpad zit het basispapier er niet bij. En bij het grote dus wel. Maar dat papier kan je wel weer loskopen. Nou, wat heb ik gedaan? Al het een en ander uitgestanst. En ik denk dat ik even die kleine frutseltjes allemaal even apart ga leggen. Dat ik die straks niet kwijtraak. Dan gaan we eerst even de basis in elkaar plakken. Hier heb ik ook nog een labeltje. Ik had wat bloemetjes verzameld, maar of we die gaan gebruiken, nou ja, dat zie ik straks nog wel. Ik leg het eventjes apart neer. Want dit is straks ook nog eventjes een aparte uitleg weer. Nou, waar ben ik mee begonnen? Omdat ik een apart modelletje wilde maken, heb ik eerst even de basis gemaakt. En ik heb hem deze keer dus niet uit het papier van Maya Design, maar ik heb hem uit het Off-White Florence kaartstok. Ik heb een kaart genomen. En dan ga ik even deze er weer afhalen. Want dan kunnen jullie het ietsjes beter zien. Ik had eventjes met glue drops vastgeplakt, zodat ik wist waar alles moest komen. Dat is iets makkelijker voor zo'n online workshopje. De basis van de kaart is een kaart van 14 bij 28 centimeter. Nee, de kaart is nog helemaal in elementjes, zeg maar, in stukjes. De kaart is 14 bij 28 centimeter. Ik moet hem eigenlijk nog eventjes goed rillen met mijn vouwbeentje. Dat heb ik nog niet gedaan, maar waar heb ik mijn vouwbeentje gelaten? Hier. Ja, het is nu gewoon weer een kale kaart. Ik had gewoon even alles klaargelegd. Omdat we anders gewoon echt veel te lang bezig zijn. Maar ja, ik wil er een soort Janine kaart van maken. En jullie weten wel, een Janine kaart is gewoon altijd een kaart met heel veel extraatjes. De kaart 14 bij 28 centimeter heb ik gerild op 3,5 en 7 centimeter. En ook aan de andere kant op 3,5 bij 7 centimeter. En dan in principe kan je hem zo ook nog weer gaan sluiten. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga er gewoon zo een mooie staande kaart van maken. Ik moet de randjes nog eventjes met mijn peperdistressen bewerken. Ja, de echte Janine kaarten die zijn altijd vol. En daar is altijd veel aan te bekijken. En daar zit veel op. Ben je ook altijd even mee bezig. Maar ja goed, ieder zo zijn eigen stijl hè. Ja, de kleuren van dit papier vond ik zelf ook zo ontzettend gaaf. Daarop komt een strookje van 3 bij 13 centimeter. En dat heb ik dus in verschillende kleurtjes even uitgesneden. Ja, dit papier van Maya. Ik ben echt een fan van Maya Design. Die heeft altijd ja, ook heel stevig papier. Het is gewoon net wat dikker eigenlijk dan een dan het andere papier moet ik eigenlijk zeggen. Zijn jullie trouwens nog met een grote groep geloof ik? Bij mij staan er gelukkig nooit een aantal kijkers erbij. Maar ik zie wel heel veel actievelingen in de chat. Superleuk. Dan doen we het in ieder geval niet voor niks op kerstavond. Maar ja, het is voor ons natuurlijk ook even afwachten. Van ja, zijn er mensen die met kerstavond ook alleen thuis zijn en die dan behoefte hebben om te gaan knutselen? Of is er niemand die daar zin in heeft? Maar gelukkig, ik ben niet de enigste die alleen is en die dus wel zin heeft in wat gezelligheid. Nou, de randjes ga ik eventjes nog beinkten. Met distressing. Deze keer ga ik niet aan de slag
met mijn gesso, maar lekker met Distress Inkt. Ja, 160 kijkers, dat vind ik echt voor zo'n kerstavond vind ik dat heel veel. Super. Nou, dank jullie wel dat jullie erbij zijn om zo met z'n allen toch een mooie kerst nog van te maken. Maar ja, weet je, er zijn gewoon zoveel mensen ook eenzaam. Nu met quarantaine, je mag niet zoveel meer. Ja, het wordt toch allemaal... Ik vind het... als ik heel eerlijk ben... En we moeten altijd eerlijk zijn. Van mij mag het echt al wel weer januari zijn. Die feestdagen, dat is voor mij helemaal niks. Ik zie er ook elk jaar tegenop. En ik zal blij zijn als het weer voorbij is. Maar ja, goed. Als we het zo samen kunnen rooien, dan hebben we het toch weer mooi gedaan, of niet? Ja, dit papier is echt te mooi. Ik zal vanavond opletten... Dat ik wel binnen beeld blijf werken. Oh, ik zie al Ines Winkels. Ik ben niet alleen, maar wil wel graag meekijken. Man die zit voor de buis en ik kijk liever aan live. Ja, dat kan inderdaad ook. Ja, lekker doen wat je zelf ja, het leukste vindt. Ik ga dit gewoon alvast opplakken. Ja, weet je, het is niet dat ik niks heb met de feestdagen, maar het is ook gewoon, het is druk, het is chaotisch, het is, ik vind het maar donkere, sombere dagen. Gisteren was het glad, dus kon ik niet naar buiten. Vandaag regent het elke keer, het was zo grijs en ook niet naar buiten geweest en dan, ja, bah, gewoon niks aan. Maar ja, goed. We moeten het ermee doen en gelukkig zijn er nog heel veel dingen die... Die we allemaal wel kunnen. En een van die dingen is gezellig met elkaar gaan knutselen. Dus dat gaan we vanavond lekker doen. Ik zit voor de tv geplakt en volg deze live. Dadelijk overschakelen naar Robert en Brink. Oh ja, die... Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb de laatste tijd... Ik heb de televisie eigenlijk nooit meer aanstaan. Gewoon, ik weet niet... Gewoon geen zin meer in die prikkels. Of je ziet alleen maar van die gekke dingen tegenwoordig. Ik zet liever gewoon een beetje muziek aan. En dan af en toe even een keer op social media kijken. Een beetje kleuren, een beetje dit, een beetje dat. Eigenlijk is het toch zonde om deze kant op te plakken. Die is gewoon zo mooi al. Overmiddag de booster gehad. Nou, er zijn al heel veel mensen inderdaad die nu de booster hebben. Ja, dat vind ik ook gewoon een dingetje. Kijk, ook dat hele corona gebeuren. Je wordt er wel een beetje moe van, vind ik. Of het ligt gewoon aan mij. Maar ook zoals met de winkel ook. Nu moet je de winkel weer dicht hebben. Je mist gewoon de klanten in de winkel. Je mist de impuls aankopen. Ik heb afgelopen week ook totaal geen zin gehad om reclame te maken op social media. Ik had gewoon echt even de balen ervan. Ik denk, bah. Weer, ja, van alles regelen. Je moet, ja, eigenlijk iedereen via social media weer leiden naar de winkel. Van, nou, daar kun je dit vinden, daar kun je dat vinden. Ik had zoiets van, het kan me allemaal wel even gestolen worden. Soms heb je dat van die weken. Niet te vaak aan toegeven. Kijk eens, zo hebben we toch al een leuke staande kaart. Nou, dat is de basis. We gingen ook aan de slag met die hele mooie randmalletjes uit de JMA-collectie. En die heb ik dus ook gewoon uit het ja, Florence Off-White gestanst. En die ga ik hier achter plakken. Dus dat komt gewoon als extra randje hier weer achter. Jullie weten, Janine houdt van sierlijke creaties. En dat gaan we nu dus doen. Gewoon een lekkere volle kaart ervan maken. Het is tenslotte maar één keer per jaar kerst. En één keer per jaar gaan we weer lekker uit ons dak. Vorig jaar heb ik met de kerst geloof ik ook al zo'n uitgebreid project gedaan. Nou, wat bij mij vandaag nog wel als herinnering voorbij kwam. Dat was de live van vorig jaar van onze vriendin Kira Muurmans.
En die zou vandaag ook jarig zijn. En vorig jaar had ze met de Love Collectie had ze nog een online workshopje gedaan in onze kerst. Of in onze Facebookgroep. Ja, dat zie je dan ook weer als herinnering voorbij komen. En dan denk ik van, oh, het is alweer bijna een jaar geleden. Kira was ook altijd zo van de kerstdecoratie. En die gezelligheid en warmte, die mis je dan ook gewoon. Maar ja, met kerst dan is het ook de bedoeling dat we ook even weer denken aan al onze dierbaren. Hè? Aan iedereen die we missen. Kijk, dit randje is toch super gaaf. Tenminste, ik vind hem wel ontzettend mooi. Wat ga ik daar nog meer op doen? Ik had ook deze randmal erbij gepakt. En deze randmal die heb ik uit het bruine kaartstok gestanst. Wat dus in het pakket van Maya Design zat. En hierbij moet ik even zeggen dat ik dat idee heb geleend. Tenminste, laten we maar gewoon netjes lenen noemen. Van een gastdesigner. Gastdesigner Tjitske de Waard. Die heeft ook deze randmalletjes. En zij had ook met deze randmal. Die heeft ze dus een gedeelte afgeknipt. En dan krijg je dus dit idee. Nu weet ik even niet of ik hem nog compleet heb liggen. Ja, heb ik nog wel. Ik kan het laten zien. Kijk, dit is origineel de stansmal. Maar wil je hem nou niet helemaal zo breed hebben, dan kun je hem dus ook heel makkelijk nog bij gaan knippen. Nou, hoe doe je dat? Hier onderaan knip je dit gedeelte eraf. Hier knip je hem ook eventjes bij. En hier bovenaan. Dus je knipt er gewoon dit stukje eigenlijk vanaf. En dat doe je aan de andere kant ook. Dus ook hier weer dit stukje eraf knippen. En kijk eens, dan heb je weer een nieuwe randmal. En ja, superleuk toch? Ik vond het idee in ieder geval super gaaf. Dus dat heb ik eventjes geleend van haar. En als het goed is, moet die hier nu precies tussen passen. Ja, zie je? Dat gaat precies passen, dus die gaan we opplakken. Zo. Ik ga het gewoon een beetje stap voor stap allemaal doen. Dus mochten jullie ook dit model kaart willen maken, het modelletje is heel erg makkelijk te maken door gewoon een papiertje te snijden van 14 bij 28 centimeter. En die ril je aan beide kanten op 3,5 en op 7 centimeter. En dan heb je een superleuke kaart. Ja, je kan het ook nog als pocket gaan gebruiken. Er zijn heel veel mogelijkheden mee. Maar ik wilde hem deze keer eventjes niet als pocket. Kijk, ik laat hem gewoon zo losjes. Maar je kan hem ook gewoon nog vastplakken. Ja, alhoewel misschien dat ik toch even een klein druppeltje lijm hieronder doe. Omdat hij wel heel fijntjes is. Dan ben ik bang dat anders, als hij straks in de winkel staat en de winkel mag weer open en de klanten die pakken hem, dat hij dan toch kapot gaat. En dat is ergens een beetje zonde. Nou, dit modelletje is gewoon heel eenvoudig. En nu had ik dit gemaakt. En toen dacht ik, maar ja, daar kunnen we nog wel wat leukers mee gaan doen. Het kan nog iets uitgebreider natuurlijk. Nu had ik hier een leuk plaatje op kunnen plakken. Want ik heb natuurlijk van die leuke plaatjes en ik had mijn framepje. En die kunnen we hierin gaan plakken. Dus wil jij de kaart niet zo vol en niet zo uitgebreid maken, dan kan je ook zeggen van, nou, ik stop hiermee en ik ga dit hierin plakken en ik ben er klaar mee. Maar Janine wilde nu met de kerst wat anders doen en
Janine heeft nog een strookje uitgestanst. En die is meten is weten. Dus ik pak mijn liniaal er eventjes bij. Deze is 7 centimeter hoog. En ik heb hem heel iets smaller gemaakt. Hij is 13,8 centimeter. Die ga ik met dubbelzijdig tape opplakken, zodat het een pocket gaat worden. En dat doe ik even met de 3 mm tape, zodat ik wel voldoende ruimte overhoud. Ja, die randmalletjes die, zijn ook super leuk. Want na dat idee van Tjitske met dat inknippen, had ik er, even kijken of ik die andere zo snel kan vinden, heb ik met deze namelijk ook nog gedaan. Als je goed kijkt, zijn dit beide dezelfde randmalletjes. Alleen als je dus weer gedeeltes weg gaat knippen, kan je ook van deze weer een superleuk ander malletje maken. Dus wees gewoon een beetje creatief met de malletjes. Je kunt er altijd weer wat anders van maken. En dat vind ik het leuke. Daarom speel ik ook eigenlijk het liefste met malletjes dat ik ze vaker gebruik. Maar ja, ergens iets van tijdgebrek, hè. Dan komt er alweer een nieuwe collectie uit. En als je ook ziet wat er in januari weer van Studio Light uitkomt. Oh, dat is ook allemaal weer zo leuk. Eind februari komt er weer een nieuwe JMA-collectie uit. Dan komt er een vervolg op dit vierkante framepje. Dan komt er een ovaal en een cirkel. Dus ja, er komt zoveel leuks. Nou, dit is de pocket. Op die pocket heb ik weer een stukje designpapier. Ook hierbij even de randjes weer beinkten. Ja, er komt inderdaad heel veel uit. Maar je moet gewoon eventjes voor jezelf ook kijken van... ja, wat vind ik leuk om te doen? Ik kan al wel vertellen dat wij in januari ook weer veel lives gaan doen. Ook live demo dagen, zodat we jullie gewoon wat meer inspiratie weer kunnen bieden. Dus we blijven gewoon actief wat dat betreft. Even kijken, ik heb een stukje kant nodig. En dat stukje kant dat gaan we hier in het midden opplakken. Dat kant dat is ook weer in de webwinkel. Even kijken, wanneer komt de nieuwe catalogus van Studio Light? Nou, ik heb in onze groep heb ik al eventjes gespamd van wat er van de JMA-collectie uit gaat komen. In onze webwinkel hebben wij gisteren en eergisteren alvast de producten van januari gezet. Wellicht gaan we die pre-order begin volgende week activeren. Maar de papieren catalogus komt denk ik begin januari. Ja, Olga, dat kan dat jij de mal iets kleiner had willen hebben. De een vindt deze maat fijn, de ander vindt die maat fijn. Daarom zitten er ook 3 verschillende maten in dat je zelf kan spelen... Met, ja, met deze malletjes. De grootste maat is 15 centimeter. Maar ja, wij werken ook veel met planners op bijvoorbeeld 20 bij 20. En dan is dit wel weer heel erg leuk. Of als je er een boekje van wilt maken. Dus ja, het is maar net, Olga, waar je van houdt. De een houdt van groot, de ander houdt van kleiner. En weet je, we kunnen toch nooit voor iedereen goed doen. Dit strookje met Enjoy Today,
Die komt ook uit het designpapier van Maya Design. En dat is gewoon zo'n onderstukje waar ja, eigenlijk de titel op staat van het scrappapier. Er zitten ook van die leuke teksten bij en die heb ik hier weer bij gedaan. Even kijken, ik ga deze toch ook eventjes met dubbelzijdig tape opplakken. Omdat ik nu heb gewerkt met een lintje. En dan wil de lijm soms nog wel eens een keer niet helemaal gelijk pakken. Weet je, dan zit het gelijk goed vast. Nou, waarom gebruik ik nou de rode tape en de score tape door elkaar heen? Nou, heel eerlijk, ik kon net mijn hele smalle rode tape niet zo snel vinden. Want anders had ik daarvoor ook wel die score tape gebruikt. Ik moet hem hier ietsjes korter maken, zie ik. Ook weer eventjes beinkten. Kijk, dan past hij daar weer precies op. Nou, zo hebben we toch een ontzettend leuke creatie. Dan kan je hiervoor kiezen om er leuke labeltjes achter te steken. Een leuk kaartje. Maar wij gaan nog weer een ander kaartmodelletje erachter stoppen. Wat voor kaartmodelletje gaan wij er namelijk achter stoppen? We gaan met deze vierkante mal, die wilde ik nog graag gebruiken, gaan we een leuk boekje erachter maken. Kijk, als we deze daar zo instoppen, dan komt er dit zo uit te zien. Dus het wordt echt een dikke creatie. Gewoon echt een staand boekje. Ik moet ook zorgen dat ik straks die ja, versiering niet te dik gaan maken. Maar goed, het past allemaal net. Die heb ik zo vastgemaakt. Nou, dat plaatje komt dus ook uit het paperpad van Maya Design. En je had ook kunnen zeggen, ik doe alleen deze als labeltje erachter. Kan ook. Ik heb een kaart van Meten is Weten. Even kijken. Van 12,3 bij, volgens mij heb ik hem gewoon 30,5 gelaten. Ja, bij 30,5. 30,5. 30,5 voor mij is. Waarom heb ik 12,3? Dat is eigenlijk ja, omdat ik deze matlaag heb van de standsmal van deze. En daar heb ik 0,5 centimeter bij gedaan. Wil jij liever 12,5 centimeter, kan je hem ook op 12,5 maken. Maar wat ik dus heb gedaan is dus 12,3. Heb ik hem gerild op 12,3 aan deze kant. Dus dat ik hier een vierkant heb. Op 24,6. En het overige flapje komt gewoon zo naar boven toe. Nou, wat is hier de bedoeling van? De bedoeling is dat ik ook deze weer eventjes ga rillen. Met de peperdistressen ga doen. Ook gewoon eventjes weer globaal met de peperdistressen erlangs. Ik ga deze keer van mijn witte papier, of ja, het is eigenlijk off-white. Ga ik niet de randjes bruin maken, dan vind ik hem eigenlijk net wat te smoezelig worden. Ja, in principe de korting gaat er gewoon automatisch af. Je, officieel zou je de kortingscode X-10 moeten gebruiken, maar als je gewoon afrekent, dan gaat de korting er al wel vanaf. Even kijken of wij hier eventueel ook nog een randmalletje achter gaan doen of niet. Deze is eigenlijk ook wat te breed.
Even kijken. Even kijken of ik op een goede manier uit ga komen. Nee, met deze niet. Nou, weet je, dan doen we bij deze gewoon geen randmalletje. Of we moeten van deze nog weer een gedeelte af kunnen knippen. Nee, bij deze komt gewoon geen randmalletje. Nou, dan zijn we daarover uit. Wat ik wel eerst moet doen, is mijn designpapier erin gaan plakken. Ja, dit papier heeft ook een heel hoog hebgehalte. Dat ben ik met jullie eens. Het is gewoon echt prachtig. En ik denk dat jullie ook allemaal zo langzamerhand wel toe zijn aan een ander kleurtje papier dan alles voor de kerst. Alhoewel, we gaan nu natuurlijk wel... ik weet niet of jullie dat vandaag gezien hebben in onze groep. Maar wij gaan nu 12 Months of Christmas doen. En dan elke maand komt er een speciale opdracht. De ene maand is het bijvoorbeeld dat je speciale kleuren moet gebruiken. De andere maand moet je een speciale item gebruiken of een labeltje erop verwerken of iets dergelijks. Het zijn geen hele moeilijke opdrachten. Maar wel gewoon leuk, denk ik, om af en toe ook gewoon aan een opdracht mee te doen. Je kan je opgeven. Je doet dan elke maand 1 kerstkaart maken. En dan heb je aan het eind van de maand, jaar, heb je straks dan al 15 kerstkaarten klaar. Waarom 15? Nou, vanaf oktober mag je dus 2 kaarten gaan plaatsen. En verder is het elke maand gewoon 1 kaart plaatsen. En Tietz die zal ook in ieder geval elke maand een live inspiratie geven. En wellicht zullen er ook wel wat meerdere dames live gaan. En wij gaan ook gewoon heel het jaar door dan ook wat leuke acties met kerstartikelen doen. Dus dat jullie gewoon de hele jaar door gestimuleerd worden om kerstkaarten te maken. Zodat je niet straks op het einde van het jaar echt weer kerststress hebt. Dus we gaan gewoon lekker het hele jaar door met de kerst bezig. En ja, voor ons als winkel zijnde is het natuurlijk ook gewoon ook handig. Want dan kunnen wij ook het hele jaar door gewoon de kerstspulletjes blijven promoten. Er komt natuurlijk wel, er gaan wel heel veel kerstspulletjes uit. Maar ik ben ook iemand, ik vind het ook jammer om in februari niks geen kerstspullen meer te hebben liggen. Want er zijn zoveel mensen die wel het hele jaar ermee bezig gaan. Dus, ik zou niet weten hoe ik iets moet plaatsen of waar ik dat moet doen. Vraag dat even in de gewone groep, Joke Huisman. Dan is er altijd wel iemand die eventjes kan helpen. Nou, als je nog twijfelt, je kan de hele maand januari kan je nog besluiten om mee te doen. Eind januari moet er een creatie in het album staan. Staat die niet in, dan kan je helaas vanaf februari ook al niet meer meedoen. Of tenminste, ja, je kan wel laten aanhaken, maar dan doe je niet mee voor de prijs. Tietz gaat echt alles in de gaten houden. Of iedereen aan het eind van de maand de creatie geplaatst heeft. Deze onderste, die plak ik met 2 stripjes dubbelzijdig tape vast. Kijk, dan heb je er een leuk boekje van. Je kan zeggen, ik vouw hem naar deze kant. Kan ook nog. Ga ik nog eens eventjes spieken wat leuker is trouwens. Want dan kan ik hem ook nog. Hey. Wacht even. Ik denk dat wij het anders gaan doen. Ik denk dat wij dan dit plaatje hierin gaan plakken. Dat wij hier nog weer extra papier gaan plakken.
En dat ik deze hier weer achter ga steken. Dat vind ik veel leuker. Top. Dit gaan we doen. Dus ik heb hem nu gewoon even andersom geplakt. Dan moet ik nog even extra papier gaan snijden. Ach, het boekje was toch al redelijk zwaar. Ik pak er even weer een papier bij. Welk papiertje gaan we aan de binnenkant doen? Moet ik even rekening houden met deze. Daar hoeft in principe geen designpapier onder. Ik denk dat ik deze bruine wel leuk vind. En dan komt deze daar weer op. Dat gaan we doen. Oh, het wordt helemaal leuk. Ja, er wordt inderdaad minder kerstkaarten verstuurd. Maar ik heb dit jaar heel bewust gewoon een keer totaal andere mensen heb ik een kerstkaartje gestuurd. Ik heb ook een aantal mensen die besteld hadden, heb ik er een kaartje bij ingedaan. We hebben lichtpuntjes gedaan. Gewoon eventjes ook hier in de buurt wat mensen een kaartje gestuurd. Weet je, iedereen kan het momenteel wel gebruiken. Gewoon eventjes dat iemand aan je denkt. En voor ons is het weer bezigheidstherapie om kaartjes te maken. Dit papier is echt zo mooi. Ik had in eerste instantie zoiets van, nou weet je, morgenavond ga ik weer live. En dan wil ik eigenlijk iets anders gaan maken. Toen had ik zoiets van, dit papier is eigenlijk te mooi. Ik ga morgenavond gewoon verder met dit papier. Dan hebben jullie ook gewoon gelijk twee verschillende creaties ermee. Voor jullie meer inspiratie komt mijn papierblok misschien ook nog een beetje op. Daar was je niet helemaal goed, Janine. Ik heb hem nog iets te groot. Oh ja, tuurlijk. Als ik 12,3 heb, dan moet hij 11,8 zijn. Slim. Slimme Harry. Dan snijden we er een half centimeter vanaf. Niet zo'n ramp. Beter de afsnijden dan dat ik er weer wat aan moest plakken. Want dat wordt een stukje moeilijker, hè? Ja, ik ben gewoon te veel aan het kletsen, denk ik. Ik vind dat altijd zo zom. Oh ja, zelfgemaakte kaarten dat die in de prullenbak komen. Ja, inderdaad. Maar ja, goed, daar moeten we maar niet te veel bij nadenken dan, hè? De maat van de kaart waar ik mee bezig ben. De buitenmaat, Lia, die was 14 bij 28. En die heb ik gerild op 3,5 en op 7 centimeter aan beide kanten. En die kaart wat hierin zit is 12,3 bij 30,5. En die heb ik gerild op 12,3, 24,6 en het andere is het flapje geworden. Het papier waar ik mee bezig ben is van Maya Design en dat is de Bohemian Harmony. Dan wil je eigenlijk helemaal niet weten welk papier dat is, want papier is gewoon echt te mooi. Kerstkaarten gestuurd naar Nationale Ouderenfonds. Ja, dat is inderdaad ook een hele goeie. Ja, ik vind echt gezellig dat jullie met zoveel erbij zijn, dames. Superleuk. Ik zal straks eens even bekijken hoe we de mal gaan verloten. De vierkante mal.
Of mocht je hem hebben, dan mag je ook zeggen van, nou, ik heb hem al, ik wil graag de randmal. Het is kerst, dus we zijn vanavond gewoon heel makkelijk. Deze is trouwens ook heel erg leuk om er een shakerkaart van te maken. Maar goed, als ik dat ook nog hierin ga doen, dan wordt de kaart wel heel erg dik. Nu scheelt het dat we nu nog decemberzegels hebben, dat we daar nog mee mogen versturen. Ja, dan past die ook niet meer dicht. Dus laten we dat maar niet doen. Ja, morgenavond ben ik ook nog weer live. Mits dat ik morgen gewoon echt een enorme inkakken krijg. Maar laten we daar niet van uitgaan. Laten we er vanuit gaan dat ik er morgenavond gewoon weer ben. En dan ga ik weer met dit papier aan de slag. Maar dan wil ik iets met een slimline gaan doen. Nou, ik heb daar ook een klein modelletje alvast een beetje voor voorbereid. Maar het klopt technisch nog eventjes niet. Dus ik weet nog niet of ik dat op tijd klaar krijg of niet. Dus dat is nog eventjes de hamvraag. Morgenavond ben ik er dan ook gewoon weer om 19:30 s'avonds. Dus dan wordt het een morgenavond. Ja, deze ga ik even opplakken. Hier komt wellicht straks nog een leuke tekst op. Maar dat moet ik nog even bedenken. Willen jullie al een sneak zien dan van de projecten die ik uitgedacht had? Of zeggen jullie van, nou weet je, dat hoef ik niet te zien? Kijk, deze gaat hier weer inkomen. Ja, het past allemaal precies hoor. Daarom moet je hiervoor ook het... Oh ja, dan moet ik natuurlijk oppassen met dat randmalletje. Dat we daar even voorzichtig mee zijn. Kijk, zo past die achter. Dan komt deze zo. Dan moeten we deze hier als labeltje achter gaan steken. Nou, dat wordt helemaal leuk. Nou, ik zal de sneak er zo bij pakken. Ik ga dit eventjes opplakken. Dan ga ik mijn koude gemberthee opdrinken. En dan zal ik de sneak even laten zien. Ik vond de beide... Ja, ik heb twee ideetjes gemaakt. En ik vond beide ideetjes wel leuk. Maar ja, beide ideetjes kloppen technisch nog eventjes niet. Dus ik moet nog eventjes een nachtje erover slapen wat het gaat worden. Wie weet slaap ik vannacht wel een keer goed en... hebben we dan toch in één keer een briljant idee. Je weet maar nooit. Nou, er komt geen lijstje met benodigdheden. Want ja, als ik heel eerlijk ben, dan duurt het voor mij iets te lang. En ik krijg dat niet op tijd uitgewerkt. Want dan moet ik ook constant op jullie wachten. Ik ga het gewoon morgenavond maken. En dan kunnen jullie het na die tijd op je eigen tijdstip eventjes maken. Want je hebt dan ook de slimline mal nodig uit de JMA collectie. Dus dat gaat eventjes niet lukken. Sorry. Nou, dit kaartje gaan we hier achter steken. Nou ging ik eerst mijn thee eventjes opdrinken. Nou, ondertussen, deze mal, die, ik ga hem verloten aan Maria Kranen. Maria Kranen, jij zegt net dat je de vierkante mal super mooi vindt en dat die ooit nog bij je verzameling komt, maar dat je eerst moet sparen. Nou, je hoeft niet meer te sparen, deze komt jouw kant op. Ik ga het gewoon een keer zo doen. Nou, de sneak peeks, dames. Wat ik dus zei, ik wilde met deze mal morgenavond wat gaan doen.
Maar ik wil er een, ja. Eigenlijk wilde ik er iets aparts mee gaan doen. En ik weet nog niet precies wat. Of het wordt een boekje. Dat dit een pocket wordt. En dat hij op deze manier dicht gaat. En dat ik hem zo ga sluiten. En dat hier dus allemaal weer malletjes in komen. Of dat ik er zo een drieluikje van ga maken. En dat dit dus een staander wordt. Dan moet je deze dus wegdenken. Die valt dus weg. En dan komt hier nog zo'n framepje. Dat was een ideetje. Of ik ga er een cadeaukaart van maken. En dan gaat het zo'n drieluikje worden. En dan komen hier leuke boekjes weer op. Hier ga ik met dat malletje streepjes in maken. En daar komen labeltjes achter. En daar komt iets van chocola nog in. En dan wil ik met een lange randmal deze nog af gaan snijden. Zodat hij als boekje weer dicht kan. Dus ja, wat het precies gaat worden, we gaan het nog eventjes zien. Ik moet van beide nog het, de sluiting en alles gaan bedenken. Dus ja, wat het gaat worden, jullie gaan het zien. Of dat ik hier een, zo een drieluikje van ga maken, kan ook nog. Hé, dat is misschien ook nog wel leuk. Dan kunnen we hem ook nog zo neerzetten en dat dit gewoon pockets gaan worden. Hé, hey, wacht even. Wacht even. Dat is ook leuk. Kijk, je kan deze ook als drieluikje gaan maken. En dan hier ook nog weer zo'n framepje. En dan ook hier een pocket van maken. Dus ja, dat kan ook nog. Nou, we gaan het zien. Eén van de twee gaat het worden. En die andere ideetjes, die mogen jullie lekker zelf uit gaan werken. Jullie hebben het nu gezien wat kan. Dus ga er lekker mee aan de slag. Ik ga ondertussen lekker verder met mijn creatie. Want anders dan krijg ik hem helemaal niet af. Ik ben veel te veel aan het lullen. Ik zit erg naar links. Nou, dan gaan we een stukje naar rechts. U vraagt, wij draaien. Ik heb hele leuke kleine labeltjes en pockets. Nou, hoe kom ik daaraan? Die zijn van Studio Light. En die komen van deze leuke stansmal. Dat is een journal stansmal. En dat is de SL-ES-CD99. Die boekjes die hierin zitten, die wilde ik dan ook morgen gaan verwerken op het project. Dus jullie zien morgen ook nog een gedeelte van deze mal weer terugkomen. Dus ik dacht van, ik ga vanavond en morgen een beetje met dezelfde materialen aan de slag. Dat je niet maar één creatie ermee ziet. Nou, deze leuke hoekjes die kwamen daar ook vanaf. Die ga ik eventjes vouwen. Of goed plat maken. Ik zal zo eens even stiekem een klein beetje met een schuin oog op mijn tijd gaan kijken hoe laat het is. Want wellicht time flies when you have fun. We moeten het natuurlijk niet te laat maken, want we willen morgenavond ook nog weer. En als ik twee avonden heel erg laat maak, dat gaat niet lukken. Ja, meestal als ik zo bezig ben, dan komen de ideetjes vanzelf wel. Deze
ga ik hier op het designpapier plakken. Dus precies in het hoekje. En dat gaan we met die andere ook doen. 8:20 al. Oh, dat meen je niet. Nou ja, we hebben nog eventjes. We hebben nog ongeveer, we hebben nog iets van een kwartiertje, denk ik, dat ik er nog ben. En wat dan niet helemaal afkomt qua decoratie, dat doen we dan later wel. Kan ik dan ook nog even lekker stiekem weer wat extra decoratieprutjes er nog bij doen. Nee, ik wil het niet te vol gaan maken. Nou, ik plak hierop weer dat 3 mm tape. Wat zo lekker statisch is. Ja, als je aan het freubelen bent, dan... Janine, ik heb niet gehoord wat ik moest doen om de mal te krijgen. Dat heb ik eerlijk gezegd ook niet verteld. Maar stuur maar een mail naar info@hobbyvision.nl. Dan komt het helemaal in orde. Wel even je adresgegevens erbij. Zo. Hey, dit is toch gewoon leuk. Nou, dit is dus eigenlijk van zo'n journalstand. Maar dat is op een kaart ook gewoon ontzettend leuk. Zo. Dat is dat. Nou, dan zaten in datzelfde setje zaten ook twee hele leuke kleine labeltjes. En die passen hier dan natuurlijk weer precies achter. Daar heb ik nummer 1 en hier heb ik nummer 2. Ook eventjes bruin maken. Nou, dat bruin maken, dat, ik heb zelf de kleur Ground Espresso van de Distress Oxide. Maar heb je een ander kleurtje bruin, dan kan dat natuurlijk ook. Je kan ook met de gewone Distress inkt en dan de bruine pakken. Of in plaats van de oxide dan de gewone, zeg maar. Ja, ik had van Maria ook al heel veel leuke ideetjes voorbij zien komen met allerlei spulletjes van de JMA. Dus ik denk, ja, ik wil niemand voortrekken, maar ik denk dat hij bij haar ook op een hele goede plek terechtkomt. En dat zij jullie ook weer heel veel inspiratie zal geven. En de volgende keer is iemand anders aan de beurt. Elke keer iemand anders. Morgenavond ga ik ook weer wat verloten. En nou, weet je, gewoon omdat het kerst is, morgenavond... ga ik met die slimline mal aan de slag. En morgenavond ga ik gewoon de slimline mal floten. Laten we dat gewoon doen. Dit is even een heel klein malletje. Maar dat is weer zo'n oogje voor op ons labeltje. Die ga ik gelijk weer opplakken. Want anders ben ik bang dat ik het kwijtraak. Klein drupje lijm erop. Kijk, dit ziet er toch super schattig uit. Waar was die andere gebleven? Die ligt hier. Zo. Ik vind het eigenlijk jammer dat ik de creatie gewoon niet helemaal af ga krijgen. Dan ben ik ook gewoon nieuwsgierig naar het eindresultaat. Maar ja, goed. Weet je, als je een mooie creatie wil maken, moet je soms gewoon net wat meer tijd ervoor nemen. En dan
Ja, dat lukt gewoon niet altijd binnen een uurtje. Ik doe er een beetje hempkoord aan. Zo. Kijk, die komt daar weer leuk achter. En één aan de andere kant. Nou, op die labeltjes kan zijn dat er nog iets van een tekstje of iets dergelijks opkomt, maar geen idee. Nou, voor degenen die nu er vandoor gaan, superleuk dat jullie erbij waren. Een hele fijne kerstavond nog en alvast voor morgen een fijne kerstdag. En wie weet tot morgenavond dat jullie dan ook wel weer gezellig bij zijn. Zou leuk zijn. Jullie zijn in ieder geval van harte welkom bij de live morgenavond. Even kijken, er zaten in ditzelfde setje, zitten hier bovenaan ook van die leuke elementjes. En die wilde ik ook nog weer gaan gebruiken. Dat leek me namelijk heel erg leuk om die hier bovenaan nog ter decoratie te doen. En daar ook weer een leuk lintje nog aan te gaan maken. Dus gewoon hier weer lekker op gaan plakken en een lintje eraan. Ook weer even bruin maken. Ja, voor morgenavond zal ik wellicht nog minder voorbereid hebben dan dit. En dan wordt het gewoon echt een knutselavondje. Maar dat vinden jullie vast niet erg. Jullie zien wel, de ideetjes komen tijdens de live wel. Want ik wil morgen ook even een beetje gaan rusten. En ik wil eigenlijk ook nog wel even bij mijn ouders koffie gaan drinken. En dat vind ik ook wel heel belangrijk. Quality time. En ja, dat betekent dat ik gewoon even ietsjes minder voor kan bereiden. Maar dat vinden jullie vast niet erg. Ik denk dat jullie het allang leuk vinden dat wij live zijn. Nee, ik ben er nog niet. Ik ben er nog. Ik stop nog niet. Ja... Eigenlijk zou ik wel moeten stoppen, maar ja goed, jullie weten het, hè, Janine. En stoppen, dat is zo moeilijk. Hier had ik ook van die infose rondjes bij. Ja, heb ik. Die ga ik er ook nog even op plakken. Nee, ik ga zo wel even weer spieken hoe laat het is en dan... Misschien toch wel stoppen. Want anders hebben we onszelf ermee. Kijk, dat is toch gewoon leuk. Nou, we hebben al een heel groot gedeelte van de creatie klaar. Dat is wel één ding wat zeker is. Hier weer zo'n leuk hemdkoordje. Nou, helaas is het witte hemdkoord even uitverkocht. Ook bij de groothandel. Maar jullie hebben vast wel iets van een wit touwtje in huis. Of doe er een wit lintje aan. Of een ander kleur touwtje. Jute touw kan ook heel goed. Kijk gewoon eventjes wat je hebt. En nu vind ik het wel leuk om dat touwtje een beetje zo te laten verspringen. En om er dan een vlindertje op te gaan plakken. Kijk, ik had nog wat leuke vlindertjes. En dat gaat wel heel erg leuk worden. Dus die gaan we hier zo op plakken. En aan deze kant heb ik een net iets ander vlindertje. Dus dat vlindertje komt ook gewoon net even op een ander plekje. Die gaat ietsjes verder naar beneden. Het hoeft ook niet helemaal symmetrisch te zijn. Even zorgen dat ik het kaartje
nog een beetje netjes in beeld hou. Daaronder komt weer een kantje. Be grateful, slow down, enjoy life. Nou, een betere tekst kunnen we eigenlijk toch ook niet kiezen, of niet? Dat is dus ook weer zo'n tekst uit het boekje van Maya Design. Uit het paperpad van Maya Design. Waar laat ik mijn score tape? Hier. Tape plakken weer met score tape vast. Deze ook even weer beïnkten. Kijk, en zie je, ja, ik vind dat zelf gewoon net even wat extra. Het papier krijgt gewoon zo, ja, meer diepte. Door eventjes, ja, toch met een beetje bruin er langs te gaan. Ik hou daar wel van. Nou, nu kunnen we nog allerlei accessoire elementen erbij gaan doen. Ik heb dat nu eigenlijk niet binnen handbereik liggen. Want misschien dat we hier nog wel een klein bloemetje of een leuk takje of zo bij kunnen doen. Oh, wacht. Dit is denk ik wel leuk. Om hier nog net een blaadje zo onderuit te laten piepen. En dan een leuk bloemetje erbij op. Kijk eens. Dat is toch leuk? We plakken het gewoon vast. Nou, waar deze blaadjes precies uitkomen, ik weet het niet. Dit had ik geknipt. En af en toe kijk ik dan even in mijn grabbelbak van wat heb ik nog. En bij deze laat ik hem gewoon een beetje achter het kantje uitkomen. Want daar mag hij wel ietsjes uitsteken zo. Dat vind ik wel leuk. Wacht even. Ik denk dat we het zo gaan doen. Ik vind het leuk. Jullie ook? Nou, als jullie het niet leuk vinden, hebben jullie pech gehad. Maar ik plak het wel vast. Dit gaat in ieder geval hier zo onderkomen. Volgens mij zijn die bloemetjes zijn dat plaatjes van Crafto Clock. En dan uit het vintage setje, meen ik haast. Ja, kijk toch eens. Ik denk dat ik gewoon nu eventjes laat zien van wat ik tot nu toe klaar heb. Dat ik er voor vanavond ook mee ga stoppen. Want ik zie dat ik deze ook zo scheel als een hoepel heb opgeplakt. Maar nou is die wel weer recht. Ik heb dus gewerkt met gewoon een basiskaart van 14 bij 28 centimeter. Die heb ik gerild op 3,5 en 7 centimeter aan beide kanten. Zodat je er een mooie staande kaart van gaat krijgen. Dan heb ik aan de binnenkant een leuke pocket gemaakt. Met de randmalletjes uit de JMA collectie. Daarin heb ik een boekje gemaakt van 12,3 bij 30,5 centimeter. Heb ik gerild op 12,3 en 26 centimeter. En het overige gedeelte heb ik een pocket van gemaakt die naar de bovenkant open is.
heb ik aan de binnenkant leuke kaartjes geplakt en een leuke afbeelding. Hier komt ook nog, denk ik, iets leuks nog weer op. Moet ik nog even over brainstormen. Aan de voorkant zit er dus weer een leuk kaartje. Kan eventueel nog een leuk labeltje bij. Je kunt er foto's op gaan verwerken. Net wat jij zelf leuk vindt. Deze steken we hier weer achter. En we hebben een superleuke kaart die dus ook gewoon zo blijft staan. Dit komt zeker op YouTube te staan. Wellicht wordt het na de kerstdagen, maar ik moet nog eventjes kijken wat het gaat worden. 24,6 en geen 6. Oh, sorry Olga. Ja, 24,6. Dank je wel voor je oplettendheid. Nou, dit was dus gewoon zomaar even een simpel bedacht modelletje. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. In ieder geval wens ik jullie nog een fijne kerstavond verder. Voor morgen alvast fijne kerstdagen. En wie weet tot morgenavond dan.